Een freesmachine laten uitrusten met een digitale uitlezing is vooral handig omdat je dan heel accuraat en nauwkeurig kan gaan werken. Je kan eigenlijk elke as, elke verplaatsing uitlezen tot op 1/100ste en zelfs 5 micron van een millimeter. Nu, belangrijk is, vooraleer je de keuze maakt, als je zegt van oké, ik neem een digitale uitlezing, dat je op een goede manier de koersen van je freesmachine opmeet. Bij een freesmachine zijn dat meestal 3 assen. Dit is de langsverplaatsing, is de X-as, dwars Y en Z is de hoogte. En wat we daarvoor gaan doen is, als we nu een voorbeeld nemen bij deze freesmachine, de koersen gaan opmeten doe je als volgt. Je verplaatst eerst elke slede met de hand. Dus je maakt niet gebruik van de automatische voedingen of een eilhang als die er is. Maar je gaat gewoon kijken van oké, ik verplaats hier die sleden. En ik kan fysisch niet meer verder dan dit, want dat is ook de praktijk. Op een bepaald moment slaat je automatische voeding af. En dan moet je gaan kijken, oké, kan het nog verder? En als je daar dan aan verplaatsen, hè, je hebt het einde lopen, maar je hebt ook fysisch het einde wat er is. En bij deze freesmachine is dit nu het maximale wat ik kan. Wat ik altijd doe is dan even de machine rondlopen en kijken hoe het komt dat ik eigenlijk niet verder kan. Soms kan er een aanslag staan of soms kan er iets anders zijn dat het belemmert. Bij deze freesmachine is het nu werkelijk zo. Dit staat hier gelijk mee en ik onthoud dat ook. En nu verplaats ik mijn dwarsleden helemaal naar voren. Ik kan dat met eiland doen of de moeilijke weg zoals ik het doe. Zo, ik heb de dwarsleden helemaal naar voren gedraaid. Ik heb gekeken, zit er niks tussen of zo, dat mijn koers belemmert. En dit is de maximale koers en ik meet het. Daarnet stond hij helemaal vooraan, hier gelijk mee. En in dit geval is dit 305 mm. We kiezen dus een lineaal die iets groter is dan 305, 310, 320 mm, maar ook niet te groot. Want we hebben ook beperkte ruimte waar we het lineaal kunnen gaan monteren. We doen net hetzelfde bij het langslineaal. We gaan eerst de slede helemaal naar rechts verplaatsen. We draaien bij met de hand tot het verste dat we kunnen. En dan zetten we lijntjes. Ik zal het nu even gaan doen. Zo. Nu hebben we de langsverplaatsing op zijn maximale gezet. Wat automatische voeding of eilhang betekent. Maar ik ga nu toch verder gaan draaien met de hand. Want dat kan altijd nog verder. En als er iets is dat u belemmert, zoals in dit geval bijvoorbeeld een aanslag, verwijder die dan. Maar het is belangrijk, als er ooit eens een werk komt waarbij je net enkele extra millimeters nodig hebt en je verwijdert deze, dan, en je koers van je lineaal is te kort, dan denk je daar ook niet aan en dan kan het gebeuren dat je lineaal ook helemaal stuk trekt omdat je net over die koers gaat van het lineaal zelf. Dus demonteer deze en kijk hoe ver je kan komen. Als dit de maximale koers is, dan zet ik hier, bijvoorbeeld hier, een merkteken van oké, dit is het maximale waar de tafel komt. Ik verplaats die tafel dan helemaal naar links en dan meet ik vanaf hier tot op hetzelfde punt terug wat die koers eigenlijk is. Oké, en hier zetten we ook met de hand extra bij, tot we niet meer kunnen. En dan meten we, wat is die langsverplaatsing? Ik heb dat merkteken daar gezet. Ik meet van hier tot op het merkteken. En in dit geval is dat 1025 mm. We kiezen dus een lineaal van 1030 mm of iets langer. Maar terug ook niet te lang, want een dwarslineaal zullen we meestal monteren. Een langslineaal meestal monteren hier achteraan. Als het echt niet kan, vooraan. Dus we hebben hier een ruimte van 1,30 meter. We houden daar rekening mee. Een koers van 1050 mm is hier aangeraden. Zo, we hebben nu langs en het dwars. We gaan nu de hoogte gaan meten. We hebben hier bij deze freesmachine een verticale freeskop die we ook kunnen demonteren. Hier zien we nu al dat die tafel waarschijnlijk hoger kan komen. Want hij zal eigenlijk hier tegenaan gaan komen als ik nu niet loslaat. Dus ik weet sowieso, die freesmachine kan hoger dan hier fysisch kan. Maar ik kan die kop ook wel demonteren. Dus we moeten er rekening mee houden, we moeten bedenken dat die kop, als die kop ooit gedemonteerd is, dat we nog hoger kunnen met die tafel. Dus daar moeten we rekening mee houden.
Hoeveel hoger kunnen we? En daarvoor lopen we even rond de machine. Oké, we zien hier dus dat die tafel kan in dit geval dus niet hoger omdat hij tegen die kop komt. Maar hier hebben we dus een stop. Dat wil dus eigenlijk zeggen als die kop gedemonteerd is dat die tafel nog hoger kan tot op die stop. En we meten die afstand nu. Dus we zouden, mocht die kop gedemonteerd zijn, nog 10 centimeter hoger kunnen gaan. We kijken nu naar beneden. Hè. Als die tafel bovenaan een stop geeft, is er onderaan ook een stop in dit geval. En we meten hier de afstand, oké, hoeveel kan die tafel nog gaan zakken. En ik meet hier 32 centimeter. 32 centimeter hier naar beneden plus 10 centimeter hierboven neemt eigenlijk een koers van 42 centimeter. Dus we hebben een liniaal nodig van op zijn minst toch 420 millimeter. We nemen een beetje marge erbij, 425, ideaal 430 millimeter.